De Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname, PKS, wil binnen 7 jaar een kipindustrie vestigen in Suriname. Dat zei Ellen Narendorp, voorzitter van de stichting, vanmorgen op een persconferentie. De persontmoeting is gehouden in verband met de herdenking van het eenjarig bestaan van de stichting, morgen. Het doel van PKS is een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de pluimveesector in Suriname en zich voornamelijk te richten op de ontwikkeling van het klein en middelgroot ondernemerschap in de kweek van slachtkippen. Voorzitter Narendorp legt uit wat de stichting sinds haar oprichting heeft gedaan. Wij hebben gezien dat heel veel mensen kippen kweken kunnen doen. Het is een soort talent van Surinamers. Alleen, wanneer je met ze praat, dan zijn er heel veel vragen. En ik moet u wel zeggen, kippen kweken betekent dat je... Het is net als een groot feest geven, waar je 10.000 dingen eerst op zijn plaats moet hebben voordat het feest kan beginnen. Als die 10.000 kippen de dingen niet op hun plaats is, gaat dat feest een mislukking worden. En wat wij nu doen, zijn alles op zijn plaats zetten voor de kippenkwekers, zodat hij ongestoord jarenlang geld kan verdienen met zijn onderneming. En wij hebben dat op een bepaalde manier gedaan. Wij hebben gezegd, het eerste wat de mensen nodig hebben, en dat geven ze ook steeds aan, ze hebben geen kennis. Het bestuurslid Hesdy Ormskerk geeft aan dat Suriname op jaarbasis 12 miljoen kilogram kip consumeert. Uit die 12 miljoen krijgt Suriname maar 40%. 60% wordt besteed aan de import van hele kippen en kipdelen uit de Verenigde Staten. Volgens Leslie Resida, bestuurslid van de stichting, is het ook belangrijk dat de kwekers het milieu in acht nemen wanneer ze besluiten in deze sector te ondernemen. Dus vandaar deze interventie, dit project. We willen een kipindustrie vestigen in Suriname omdat we van mening zijn dat het mogelijk is en daar waar we de vissen kunnen besparen en onze eigen ondernemers kunnen helpen bevorderen, dat we dat niet moeten nalaten. De kwekers wordt ook bijgebracht van hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk kweekt, maar dat het milieu waarin je werkt, het milieu nationaal ook nog gezond blijft en verbeterd wordt zelf. En dan moet je ervoor zorgen natuurlijk dat het product dat je brengt bijdraagt tot die gezondheid. En er zijn verschillende aspecten waar je naar kijkt en die je meeneemt in dergelijke opleidingen en dergelijke trainingen en begeleiding. Leslie Resida en daarvoor Hesdy Ormskerk, bestuursleden van de stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname, PKS. Zij spraken vanmorgen tijdens de persontmoeting in verband met de herdenking van het eenjarig bestaan van de stichting morgen.